Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanmiddag hebben we een afwisseling van wolken en opklaringen. Met name rondom het IJsselmeer en in het Waddengebied schijnt de zon behoorlijk. Wel, landinwaarts zijn ook wat stapelwolken ontstaan. Maar het is op de meeste plaatsen wel droog. En met een zuidoostelijke wind is warmere lucht het land ingestroomd. Op veel plaatsen in het binnenland is het zomerswarm, 25 tot 26, lokaal zelfs 27 graden. Maar ook in de kustgebieden komt de temperatuur aardig mee met een graad of 23 à 24. Vanavond houden we een afwisseling van wolken en opklaringen. Zo halverwege de avond is het nog boven de 20 graden op veel plaatsen en de wind is zwak en veranderlijk. Komende nacht afwisselend wolken en opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 17 graden in de kustgebieden tot 15 in het noordoosten en misschien dat er wat nevel of een enkele mistbank ontstaat. Morgen overdag schijnt dan geregeld de zon en blijft overal droog. Er waait een matige wind uit het zuidwesten of westen. Desondanks, door de warme lucht die wordt aangevoerd, wordt het 24 graden aan de kust tot 27 of lokaal 28 graden in het oosten van het land. Dan op donderdag gaat er wel wat veranderen. De dag begint nog vrij zonnig en warm. De temperatuur stijgt zelfs naar een zomerse 26 graden in het oosten van het land. Maar vanuit het westen wordt de lucht onstabiel in de middag. En dan volgen er al snel regen- en onweersbuien die over het land gaan trekken. Het is nog niet helemaal duidelijk vanaf welk tijdstip dat gaat gebeuren. Maar hou dus echt rekening met die buien die in de loop van de donderdag over het land gaan trekken. Op vrijdag en zaterdag is het dan wisselvallig en ronduit koel zomerweer. De middagtemperatuur gaat fors omlaag. Op zaterdag blijft het kwik steken bij 15 of 16 graden. En dat zijn de laagste temperaturen die we hebben gezien sinds 22 juni, dus ruim twee maanden geleden. Op vrijdag waait er ook nog eens een stevige westelijke wind. Op zaterdag dan is de wind matig vaak uit het zuidwesten, maar in de loop van de dag neemt hij af en wordt veranderlijk. Dan de dagen daarna, we zien dat de temperatuurdip niet heel lang duurt. Na het weekeinde krabbelt de temperatuur geleidelijk aan weer op tot boven de 20 graden. Het wordt ongeveer 22 graden, en dat zijn eigenlijk de normale waarden voor deze tijd van het jaar. En wat de neerslagkansen betreft, we zien duidelijk de buien terug die in de loop van donderdag over het land trekken, dan vrijdag verspreidt een bui met name in de kustgebieden, maar zaterdag dan weer een flinke plons regen in grote delen van het land. De dagen daarna neemt de neerslagkans weer af en hebben we dus ook weer wat vaker de zon erbij. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.